De vier leden van percussiegroep Tram uit Zomeren zijn op speciaal verzoek na 10 jaar terug in Thuistheater De Ruchte voor 2 reunieconcerten. Melodisch slagwerk, spectaculaire shownummers, verrassende gastoptredens en een wervelende lichtshow met special effects zorgen op vrijdag 16 en zaterdag 17 september voor een muzikale reis door de tijd. Tim Lomans, Ruud van Vroonhoven, Erik Urlus en Martijn van Vroonhoven zijn flink aan het oefenen in dezelfde repetitieruimte als 10 jaar geleden. Martijn van Vroonhoven, ik sta hier in de oefenruimte van Duidelijk Tram. Ja, dat klopt. Ik ben hier ooit vaker geweest, maar volgens mij is niks veranderd. Nee, dat klopt. De situatie is nog ongeveer zoals 10, 15 jaar geleden. Ja, in de opa's ruimte. Ja, vroeger wel inderdaad. En sommige dingen zijn onveranderd gebleven. Alleen je woont hier nou. Ja, dat klopt. Ja. Dus, Tram gaat weer beginnen. Dan moet ik even weten hoe dat komt, Martijn. Want jullie zijn er lang uit geweest. Ja. Nou, we hebben in 2012 ons toenmalige eindconcert gegeven. En het mooie was dat Sirius een groot aandeel heeft gehad in eigenlijk het bij elkaar brengen van ons weer. Hebben wij het weer gedaan dan? Ja, daar komt het weer een beetje op neer. Ja, stel eens. Nou, we hadden 31 december 2020 even uit mijn hoofd. Ja, ja. Toen hebben we de opnames gezien van ons concert uit 2012. Daar kregen we best wel veel reacties op van iedereen, die avond nog. En er gingen op een gegeven moment wat appberichtjes heen en weer van hey, hebben we er nog zin in? Zou dat leuk zijn? En dat soort dingen. Naar elkaar? Naar elkaar. En ook op een gegeven moment een beetje de mensen om ons heen, toen die vroeger rondom ons heen zaten, zeg maar. Qua sponsoren en mensen die ons hielpen bij de optredens. En toen we op een gegeven moment die berichtjes kregen, toen zijn we een beetje aan het denken gegaan van wat zijn de mogelijkheden? Dus zonder dat filmpje met Sirius was dat nooit gebeurd? Of wel? Of heb je er nooit over gehad in al die jaren? Nou, we hebben wel eens ooit over nagedacht, maar we zijn niet zo concreet geweest als eigenlijk na toen. Ja, maar goed, je bent met z'n vieren, nog steeds dezelfde samenstelling. Ja, klopt. Daar ben jij? Ja, ik ben Martijn van Vroonhoven, Ruud van Vroonhoven, Erik Urlus en Tim Lomans. Ja. En onze voornamen in de juiste volgorde, die vormen Tram. Ja, daar is altijd hetzelfde gebleven. Precies. Maar goed, van die vier is er altijd in die zin van, jij bent gek, ik ga dat niet doen. Ja, ja, er waren er in ieder geval, in eerste instantie één voor één waren ze zeggen van, ja, dat weet ik niet. Ja. We hebben ons vier redelijk snel enthousiast gekregen. Met een paar mits en maren. Ja. Maar we zijn in 2002 begonnen. In 2012 toen na 10 jaar gestopt. En ja. Er was voor ons in ons hoofd maar één mogelijkheid. En dat was nu na 10 jaar weer een keer bij elkaar komen. Ja, daar heb je daarna erbij verzonnen natuurlijk. Dat 2022 wordt. Precies, dat was onze enige corona voorbij is. Ja. 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 Nou, toen zijn we dus midden in de lockdown, zo gezegd, met 4 aparte auto's. Ons team, zo gezegd, van vroeger afgereden op een avond. Ik geloof dat het zelfs 9:30 s'avonds was of zo. Nadat wij met ons vieren erover eens waren. Ja. Zijn we die mensen gaan bezoeken en hebben gevraagd van, wij zijn met z'n vieren enthousiast, zien jullie het überhaupt zitten? Dan praat je over de mensen die management waren ofzo, of de begeleiders? Ja, de managementbegeleiding van toen, ja. En die zijn ook allemaal 10 jaar ouder en die zeiden ook allemaal 10 jaar, doe ik, want ze hadden niks meer te doen? Ja, ja. Er stonden er zelfs met tranen in de ogen van, ja, ik doe er graag mee, dus ja. Dat was mooi. Even Erik. Erik, dat betekent dat jullie wat los hebben gemaakt bij de mensen als ze met tranen in de ogen staan? Absoluut. Daar hebben ze allemaal een mooie tijd gevonden. Wat weet ik niet, maar we gaan het gewoon doen. We doen het met veel enthousiasme. En het hele team staat achter ons. Dus ik denk dat we weer iets losmaken. Ja. Dan gaan we even terug naar vroeger. Hè? 2002 begonnen, toen waren jij nog maar mannetjes. Toen waren we wel 10 jaar jonger, ja. En in 20 zelfs. Ja, toen waren we mannetjes, ja. Van een jaar of 12, 13 van wat? Ja, tussen de 12 en de 16 denk ik. Martijn was de jongste en Ruud en ik waren 16 en Tim. En dan gaan we even terug naar 2002, hè? Want dan praat ik over 20 jaar terug. Hoe is dat toen ontstaan, Tram? Wij wilden toen net wat anders. Wij speelden bij de slagwerkgroep en wij wilden eigenlijk muziek maken, maar dan zonder dirigent en iets minder man. En dan eigen werk spelen. En ja. Toen zijn we eens wat gaan jammen en zo is het ontstaan. Ja, toen waren er nog snotneuzen. Je wist ook niet waar je aan begon. Ja, maar toen waren we al best wel redelijk gewoon goed, zeg maar. Want dus, jullie hebben heel snel naam gemaakt, hè? Ja. Vooral in Zomeren. Zomeren,
Maar ja, eigenlijk zomer en omstreken. Ja. Dan toch wel de grote steden van Nederland en ook een paar uitstapjes naar België gemaakt. Dus. Ja, ik dacht even dat jullie wel een professionele percussionisten zouden worden. Maar die kans bestond. Ja? Maar we hebben wijs besloten om dat niet te doen en gewoon op met de hobbymatig verder te gaan. Ja, want jullie hebben wel veel meegemaakt in die 10 jaar. We hebben, ja, absoluut. Veel meegemaakt, veel gezien, veel opgetreden, veel gelachen. Ja, het was gewoon altijd gezellig als we weer mochten spelen. Ja. Ergens en voor welke gelegenheid dan ook. Dus, ja. Wat was jouw hoogtepunt? Waar vond je het leukste spelen? De theateroptredens in de Ruchten. Ja. Brabantse Dag Hezen. Ja, die steken er wel bovenuit. Ja. Tim, ja? Je bent gestopt omdat je op een gegeven moment er genoeg van had? Of zat je op je hoogtepunt? Nou, ik denk dat het een mooi moment was om na 10 jaar op een hoogtepunt te stoppen. Om te voorkomen dat het dood zou bloeden. Ja. En we kregen op dat moment, kwamen wij in een leeftijd dat er ook andere dingen gingen spelen. We gingen aan de vrouw. We gingen aan de vrouw. Ja, die doet echt een beetje flauw. Dat is meestal de reden, ja. Ja, we gingen aan de vrouw in ieder geval. Hè, dus en we kregen werk. Dus daar kwamen andere prioriteiten. En dan heb ik gezegd, we willen nog 1 keer uitpakken met z'n allen. Ja. En dat hebben we gedaan in 2012. Dus, en een jubileum en een afscheid. En heb je in je 10 jaar daarna nooit gedacht van, dat vind ik wel leuk om weer een keer te doen? Ik niet, nee. Ik heb mijn stok aan de wilgen gehangen in maart 2012. Ook nooit meer gespeeld? Nou, ik heb nog 1 keer op een pap zijn feest gespeeld, toen hij 60 werd. En daarna eigenlijk niks meer gedaan, nee. Voor mij was het een mooi moment om te stoppen. Ja, en dat geldt voor de andere 3 ook? Of zijn die gewoon doorgegaan? Nee, iedereen is wel, de rest is wel in enige minder of meer mate bezig geweest met muziek. Dus jij bent nou zeg maar het moedigste geval? Nou, dat was ik altijd al, dus dat scheelt. Maar ja, ik moet wel iets harder werken als de rest, denk ik, ja. Ja? Ja. Ruud? Ruud, ze kwamen bij jou zeggen van, we gaan weer beginnen. Ja, en ik was laatst in de rij en ja, ik had inderdaad wel wat mitsen van, ja, hè, gaan we er echt helemaal voor? Want je hebt toch een dik jaar voorbereiding nodig. En ja, dus de neuzen moesten wel dezelfde kant op staan. Hè? Je hebt in 1 keer een andere prioriteit en, ja, dat optreden moet dan voorop staan. Ja, maar goed, jullie persoonlijke omstandigheden zijn natuurlijk in 10 jaar heel erg veranderd. Ja, klopt. Ja? Sommigen met kinderen en ja, sommigen gewoon een hond. Hè? En, in ieder geval wel een gezin, hè? Of iets dergelijks. En thuis vond het ook meteen gaaf, of niet? Ja, tenminste, ik kan niet voor de rest spreken, maar ja... Ook een beetje gemaakt van, oh ja, weet je wel zeker dat je eraan gaat beginnen, hè? Want het kost een hoop tijd natuurlijk weer, maar ja, wel, iedereen staat er denk ik wel achter. Ja goed, 10 jaar terug, ik zie alles dat nog hetzelfde gebleven is, zelfs de sponsors hangen er nog. Ja. Hangt hier een bord die ook al steeds hetzelfde is? Ja, we hebben destijds het een en ander opgeschreven voor bepaalde nummers. En, maar dan lijkt het alsof het is ooit terug zou komen. Ja, vereeuwigd. Nou ja, het is gewoon omdat we heel slecht in opruimen zijn misschien. Dat zou ook kunnen. Maar ja, het is gewoon hetzelfde gebleven in die 10 jaar. En die instrumenten stonden ook al 10 jaar of niet? Nee, we hebben echt weer moeten gaan kijken. Het hok was leeg. Martijn zijn inboedel stond hier in. Dus we hebben even flink moeten opruimen. En weer zoeken naar instrumenten. Want die zijn allemaal verdwenen. Om te repeteren. Ja. Allemaal weggedaan toen je stopte. Nou, destijds hebben we alles, bijna alles verkocht. Er stond nog her en der een olievat op zolder hier in de schuur. Ja. En ja, alle overige spullen waren allemaal verkocht. Want jullie hadden nogal wat, hè, instrumentarium. Ja, zeker weten. We hadden in 10 jaar tijd al behoorlijk instrumentarium verzameld. En waar is dat gebleven? Gewoon versplinterd, zeg maar. Ja, bij mensen thuis. Ja. Dus je moest nou verenigingen, nieuwe instrumenten kopen of zijn het ook allemaal twee dan? Nou, het is heel veel eigen spullen en ja, we zijn ook een grote partij in het zuiden hebben aangeklopt of ze iets voor ons konden betekenen. Ja. En ja, die zijn welwillend geweest om ons te helpen. Dus, ja. Adam is een grote sponsor, Martijn, zei Tim net. Ja? Onder andere, ja. En Dobby? Ja, we hebben wel een aantal partijen die ons... flink geholpen hebben. En die kenden jullie nog van 10 jaar terug? Ja, onder andere. Ja, wij stonden vroeger zeg maar letterlijk in het bestand en we klopten weer aan en we hebben bedacht van dat we weer met elkaar iets wilden gaan doen. Ja. En zien jullie daar zitten om ons daarin te ondersteunen? En de meesten die hebben gezegd van ja, daar zien we wel zitten. Ja. En, ja. Jullie gaan nou een nieuwe show beginnen? Is het een herhaling van de shows van vroeger of is het iets nieuws? Ja, we hebben het beste eruit gehaald en dat bleek uiteindelijk niet zo heel veel te zijn.
Nee, het is flauwekul. We hebben gekeken van wat zijn in de geest van nu de nummers die we in een nieuw jasje moeten steken en welke nummers zijn nog steeds eigenlijk in de vorm van toen net zo gaaf als dat we ze toen ja, vonden. Ja, het is wel 10 jaar later, hè? De muziek is ook veranderd. Ja, ja, precies. Dus we zien wel dat we zelf nu de nummers eigenlijk naar eigen inzicht al veranderen. Ja. Maar wel zoveel mogelijk gebruiken van toen, omdat de mensen daar toen ook voor kwamen en wij daar zelf ook nog steeds enthousiast over zijn. Ja, jullie hadden toen een fanclub, of in ieder geval een grote schare met fans, hè? Ja. Die zijn allemaal 10 jaar oud, maar die gaan straks allemaal weer gewoon mee met jullie? Ja, en sommigen hebben al kinderen en die moeten nu ook mee, hè? Dus dat is goed voor de kaartverkoop. Jullie zijn voor hun, voor de kinderen alleen maar een verhaal, hè? Nu zien ze het met eigen ogen. Ja, nou ja, goed, er zijn letterlijk wel mensen die zeggen van wij gingen vroeger naar tram en we hebben nu letterlijk onze kinderen die we meenemen. Dus we zijn nu niet met 2, maar met 4 bijvoorbeeld. Ja, ja. Apart, hè? Ja, ja, dat is wel best onwerkelijk. En ook nummers die we voor mensen hebben geschreven, die op het moment van schrijven geboren waren, geloof ik, of een paar jaar oud waren, en nu gewoon 18 zijn. En ja, dat zijn wel leuke dingen. Ja, als je 10 jaar geleden vraagt dat van over 10 jaar beginnen weer, dan worden je weggerend. Wie weet wat er nu over 10 jaar weer gaat gebeuren, maar goed, daar... Want, dit is eenmalig? Ja, voor ons wel. Het is nu superleuk om te doen. Maar dat zei je toen ook, hè? Ja, precies. Dus 20 jaar geleden. Wie weet wat er over 10 jaar weer gebeurt. Maar voor ons is het nu wel mooi. We steken er nu heel veel tijd in. En we willen eenmalig ook 2 shows geven om echt uit te pakken. Ja. En dan is... zit er weer heel veel energie in en om dat weer op te brengen om maandelijks iets te gaan doen ergens of zo, daar passen we nu voor. Ja. En, maar dat weet je niet als je daar, want jullie zijn heel erg gevoelig voor, schijnbaar voor mensen, wat de mensen van jullie vinden, want op appjes reageren jullie al. Ja, dat blijkt inderdaad, ja. Maar zit er gewoon niet in dat jullie dan een carrière maken als percussionist, als percussiegroep? Ja, ik zeg nooit, maar verzoek, voor nu passen we erop. Ik denk dat we zorgen dat de instrumenten snel weer verkocht zijn. Ja, het is wel de tijd van de comebacks. Dat zie je al vaker mensen ook projectmatig, gewoon heel even en dan zijn ze weer weg. Je moet toch kiezen. Ja. Je hebt ook nooit gespijt gehad dat je deur brengt in de muziek? Nee. We hebben toch muziek altijd wel als hobby gezien, ook tram. We hebben daar heel veel leuke dingen mee meegemaakt en op een gegeven moment was het mooi geweest. Ja. Toen zijn we andere dingen gaan doen. Toen vonden we andere dingen ook belangrijker geworden. Ja. En nu is het mooi om 1 keer terug te pakken. En om die momenten weer samen te beleven is wel, wel heel mooi. En ik denk rondtouren is ook natuurlijk veel mooier als je een stuk jonger bent. Hè? Ja, wellicht ook. Ja. Die afterparties die hou je nou ook niet meer vol. Precies, nou ben je toch wel jaren ouder. Ja, we zijn toch vanaf vorig jaar juni, dus juni 21, zijn we begonnen weer met repeteren. Om een show te maken. Ja. En toen nog in het geheim, want toen was nog niks bekend. En, toen daarna, nadat we de aankondiging hebben gedaan, toen zijn we volle bak aan de slag gegaan. Er komen nieuwe nummers? We spelen alle oude nummers die we vroeger ook spelen, sommige in een nieuw jasje, sommige zoals ze waren, maar we proberen het wel naar 2020, of hebben het naar 2022 getrokken. Ja. En de show is dus ook anders, hij is niet zo vergelijkbaar met de vorige. We hebben een ander podium, we proberen elke keer iets nieuws naar de rug te halen. Een bijzonder podium. In 2003 hadden we een podium, toen speelden we op 9-11. Hebben we een podium op een toren hadden wij, speelden wij. In 2006 hadden we een grote draaicirkel. En in 2012 hadden we een mooi podium met van allerlei hoogtes. En nu hebben we weer iets anders bedacht. Wat, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. We halen special effects naar de ruchten. Dat is in 10 jaar ook geëvalueerd. Dus er zullen ook mooie... Ja, vroeger was de kliko's, daar moest je opslaan en dan was dan het enige special effect, of niet? Ja, maar ik bedoel ook meer de special effects in licht en geluid en CO2 en dergelijke wat je dan hebt. Ja. Dus daar halen we ook naar de ruchten zodat we een complete show maken. Dus niet alleen muziek, maar ook een beleving de hele avond. Ja. Wanneer is die show? 16 en 17 september 2022. Ik vind het een ver weg. Jullie zijn... Hoe lang ben je al aan het oefenen? Sinds juni 2021 zijn we begonnen. Toen al? Ja, maar we hebben 10 jaar stilgelegen. Dus en we hebben niks opgeschreven, dus alles moeten we uit het hoofd halen. We hebben de dvd's terug zitten kijken, daar hebben we genoteerd van hoe waren die nummers. We hebben in-ears gehad, zodat we mee konden spelen. Dus het heeft best wel wat tijd gekost om die nummers weer onder de knie te krijgen. Ja, en je wilt gewoon iets goeds neerzetten. Het is niet dat jullie er naadje pet vanaf maken. Nee, we gaan omdat wel jullie tram zijn. Huh? Nee, we gaan een stukje kwaliteit. De mensen die komen naar ons kijken en die verwachten iets van ons en dat willen we waarmaken. Dus vandaar dat we ook al enige tijd bezig zijn. Ja. Erik of Martijn, dan ben er ook een keer vanaf dat mensen al die jaren blijven zeuren van wanneer gaan we eens een keer beginnen? Ja, want dat gebeurde toch wel geregeld dat iemand ergens had gehoord
Of aan werd gesproken in het dorp of iets dergelijks. Van, hey, je was toch van Tram en doen jullie nog iets en we horen er niks meer van. Ja. Nee, we zijn inderdaad al zoveel jaar gestropt. Oh, wat jammer. En, nou ja, goed, die mensen kunnen we nu bedienen. En de meesten die hebben ook tegen ons gezegd van, laat even weten wanneer de kaartverkoop begint, want wij willen er per se bij zijn. Dus het ging ook heel hard, want toen de kaartjes eenmaal in de verkoop gingen, toen was het letterlijk een paar uur tijd en toen was er al meer dan de helft, geloof ik, verkocht. Omdat mensen allemaal achter de computer zaten. Ja, is het een zittend, toch niet? Ja. Ja. Zittend publiek? Ja. Ja, ja. Je kunt er niet bij gaan zitten bij zo'n nummer. Nou ja, ze mogen best gaan staan tijdens de show, maar wij willen de essentie van onze muziek wel naar voren laten komen. En daar hebben we eigenlijk altijd in de rug gedaan met zittend publiek. Want dan kunnen wij en de mensen boeien met wat kleinere nummers, maar ook grote slagwerknummers geven. Maar staand publiek, dat is meestal niet zo'n goed publiek om als er bier gedronken wordt. Nou, inderdaad. Wij hebben ook die kleine momenten nodig en die zijn dan toch moeilijker om op te zoeken. Erik, waar moet je nou het meest op oefenen? Waar is de moeilijkheidsgraad? De specials. En dan wil ik meer zeggen, de niet-slagwerk-instrumentennummers. Ja. En het melodisch werk, hè. Dus de medleys die we gaan spelen op de marimba, klokspel, die hebben iets meer aandacht nodig. Oké. Okay. Nog één vraag, Martijn. Wie betaalt dat allemaal? Jullie zelf? Ja, nou, deels doen wij natuurlijk wel iets, maar we hebben vroeger altijd samengewerkt met sponsoren, begunstigden. En die hebben wij weer aan de mouw getrokken. Sommige, zoals Adams bijvoorbeeld, daar hebben we de instrumenten gehaald. Dobi was jarenlang onze hoofdsponsor en die hebben we lief aangekeken en die doet weer mee. Jumbo Zomer die zorgt nog voor wat hulp, dus zo kunnen we onze show toch neerzetten. Zonder dat we daar verder van alles voor op hoeven te halen. September is zover, jullie hebben nog vakantie tussendoor of niet? Of gaat dat niet meer door nou? Ja, we doen wel. We hebben wel iets van vakantiedagen gekregen van elkaar. Maar we zorgen dat de show er nu al een heel eindje in zit, zodat we ook gerust die vakantieperiode in kunnen gaan.